Lammers. Zo, die wordt stevig geraakt door Rens. Ja, die zet zijn voet bovenop de enkel van Lammers. Poh, dat is goed geel. En ik denk dat hij gaat kijken. Nou, eens kijken welke conclusie Van der Eyck gaat trekken. Geen geel, het wordt rood voor Rens. Maar het is echt een overtreding uit de categorie ernstig gemeenspel. Akpom en dan is het Bergwijn strafschop of niet, hij gaat neer. Dus Buurk vindt van niet. Als Brim daar vast wordt gehouden door Kaplan. En is dat dan een overtreding en rood? Ja, dat is een overtreding en rood. Eerst is er deze actie, is er contact met de Guzman. Het lijkt te weinig. Dus de initiële reactie van Gus Buur kan ik me voorstellen. Bal binnengebleven. Sanchez Fernandez. Niet voorbij Hato. Goeie paas op Benita. Wordt hij daar even vastgepakt? Ja, zegt Van der Eyck. En dus gaat de bal op de stip. Zo op het eerste oog. Dacht je ook dat het contact daar was? Benita, terwijl Bergwijn nog in de achtervolging is, die gebruikt daar zijn armen op de schouder. En Van der Eyck twijfelt niet. Als het een overtreding is, en Van der Laan beoordeelt dat zo, moet er misschien ook nog wel even gekeken gaan worden. Het wordt een kaart. En dan kun je ook al raden welke kleur dat is. Zoals gezegd, een mogelijkheid is het dat als een speler een andere doorgebroken speler neerhaalt, en in dit geval geen poging doet om de bal te spelen, het ook een reden om een rode kaart te geven. Nou, terecht dat het meteen wordt stilgelegd. Leerdam geraakt in het gezicht. Er wordt uiteraard nog gekeken of dit een directe rode kaart zou zijn. Ik vind dat hij vooral omhoog springt. En Leerdam komt in dat duel, maar ik heb zo'n vermoeden dat de VAR anders over denkt. En die mening wordt gedeeld door Hichelen. Rood voor de topscorer van Almere City. Leerdam kan niet verder. Vervangen door Sonnenberg. Hij zegt nog even sorry. Ja, hoe het aankwam, het gevolg is duidelijk. Stevig ingreep. En dat levert een volgende kaart op. Een directe rode. Is het verkoop bij ons? Ja. Direct rood. Oh, Casius raakt Bogniewicz. Die krijgt een vrije trap. Per ongeluk, zegt Van der Eyck, maar je raakt hem wel. Nou ja, voetje blijft wel even hangen. Bal weg, hij raakt de verdediger. Terecht dat de VAR zegt, kijk nog maar eens. En AZ moet verder met 10 man. De man van de assist moet eraf. De Wit loopt maar weer eens tegen een gele kaart aan. El Karouani onderuit schoffelt. Die krijgt het behoorlijk te verduren, El Karouani, deze middag. Och, nou, dat is een hele pittige dit van Dani de Wit. Veel te laat. Gestrekt been. Geen gele kaart, maar rood voor Dani de Wit. Hij eraf in wat hoogstwaarschijnlijk dus zijn allerlaatste wedstrijd is voor AZ. Rot, zo, die wordt hard aangepakt door Zagre. Die weet dat hij een tijdje kan gaan zitten. Ik wilde zeggen, want die krijgt geel en is geschorst. Nou, hij krijgt direct rood.
En dan ben je ook geschorst. Lijkt wel uit te glijden, Zagre. Het is wel tamelijk lomp. En het contactmoment is kiezelhard, omdat Zagre als een behoorlijke wildebras in komt glijden. Zij gaven totaal niet thuis vandaag. Dan is het nog even heel onvriendelijk tussen Goudmijn en Karim daar. Wat is dit nou weer? Oh, wordt zelfs de assistent scheidsrechter daar belaagd. Het is een prachtige voetbalavond geweest voor Excelsior. Ik snap dat Volendam gefrustreerd is. Ja, dit is verstandig. Karim wordt naar binnen gestuurd. Ja, ik vraag me af of hij naar binnen mag. Die moet zich nog even melden bij Makkeli. Ja, hij gaat naar het scherm. Een bizar einde van deze wedstrijd op deze manier. Maar ook nu kan hij nog kaarten geven. En de VAR heeft aangegeven, kijk er nog even naar. Makkeli gaat nog wat kaarten uitdelen. En daar zit een rode bij. Is die voor Parrot? Dan is er geel voor Goudmijn. En ik denk dan toch ook voor Karim. En dat zou zijn tweede zijn. Ja, even dubbel checken. Dat is dus geel en dat is zijn tweede en dus rood. En dan gaan we naar binnen. Ja, ik dacht dat Parrot ook nog rood kreeg. Geel voor Goudmijn, tweede gele kaart voor Karim. En ik meen een rode kaart voor Parrot, maar we gaan het allemaal navragen. En wat een bizar einde is van deze wedstrijd. Baas. Goed onderschept. Dit is hard van Horemans. Ja, het is de eerste bal, maar daarna ook vol door op de enkels van Dirk Proper. Tot welke beslissing komt Bas Nijhuis? Kun je zeggen, ja, als je daar met je voeten belandt, is dat niet helemaal gewenst. En volgt er dus rood voor Sibo Horemans. Ik kan de beslissing van Nijhuis hier wel volgen. Hilgers, onslechte aanname. Overtreding op Lozano en dat kost Hilgers geel. En dat is zijn vijfde gele kaart van het seizoen al. Veerman vraagt zich af of het niet meer zou zijn, moet zijn dan geel. Tikt de bal te ver voor zich uit. Oh ja, dit is denk ik einde wedstrijd. Het contactmoment, het kan, zou je zeggen, niet duidelijker. Prupper gaat naar Lindhout toe, probeert nog wat half in de weg te lopen. Maar de beslissing is duidelijk. Geen geel, maar rood. En als je de beelden hebt gezien, is de simpele conclusie dat dat een volkomen terechte kleurkaart is. Zo, deze tackle is ook over de scheef. Fors over de scheef, Bruts. En dan komt hij met geel goed weg. En dat is een heel gevaarlijk inkomen van de centrale verdediger van FC Twente. Op een plek op het veld waarvan je denkt, ja, blijf gewoon op je voeten staan. Maar dan valt toch te vrezen dat het niet bij geel gaat blijven voor Bruts. Desastreuze momenten voor FC Twente. Dat met 1-0 achterkomt door een wonderschone vrije schop. En nu door moet met 10 man. Want hier is de rode kaart voor de jonge Bruns. Sanja. Beetje scherp die bal voor viergever. Zeefuik aangetikt door diezelfde viergever. En hier gaat kaart krijgen van Kutzebuur. Op de voet staan. Dus de buurt naar de kant om op het scherm te kijken. Dan heeft de videoscheidsrechter kennelijk toch geconstateerd dat dit een
wellicht buitensporig is wat Viergever hier doet. En als je dit beeld zo ziet, ja, Viergever Zeefuik raakt vol op de enkel. Dan begrijp je ook gelijk waarom Zeefuik daar zoveel last van heeft. En vermoed ik dat hier wel eens een hele snelle rode kaart zou kunnen komen voor Nick Viergever. Rood na 4 minuten al voor Nick Viergever. Zo is het, hoe gek dat ook klinkt, want heel benoemenswaardig is het allemaal niet. Dit wel de beste fase van Vitesse geweest. En dan een overtreding gemaakt. Maar een volgende kaart voor gaat komen, vraagteken. De vraag is of de VAR daar wellicht nog meer in ziet. Want daar wordt natuurlijk gekeken. Uit alle hoeken en standen wordt dat gedaan. En het is een moment waar Higler ook zelf nogmaals naar moet gaan kijken. Hij voelt de bal hangen, de man van deze eerste helft toch. Alle kansen kwamen van hem. Dat been, daar kun je je tegenstander ernstig mee blesseren. Higler heeft het beoordeeld. En gaat de rode kaart geven. En daar is hij heel erg gedecideerd in. Hij heeft niet veel beelden nodig. Dat beeld dat wij net zagen was ook het meest duidelijke. Handig. Paas, dan niet goed. Ik zie daarvoor wel van wie. Robba laat slim lopen, Gladon. En dan is er een overtreding. En ook meteen een kaart. De nieuwe oude rechtsback. Ja, dit wordt direct rood. Althans, dat sterke vermoeden heb ik. Hij is onderweg naar Nieuwkoop. De gele kaart gaat niet door. Het is een rentree in de Kuip. Om heel snel te vergeten. Bart Nieuwkoop moet met rood vertrekken. Noslin. Halilovic. Over die bal richting de juiste plek. En dat is een kans. Belkier uit balans. Wordt hij ook aangetikt. De vlag is weer omhoog voor buitenspel. Oenerstal geblesseerd. Want dit is ook buitenspel. Missen van Hilgers. En daarna dus de botsing. Eigenlijk doet het er dus allemaal niet meer toe. Want er was dus al sprake van buitenspel. Maar ja, als de wedstrijd doorgaat. Gebeurt dit. Blijkbaar heeft de videoscheidsrechter nog iets gezien. Is dat een rode kaart waard? En moet Fortuna hier 10 minuten voor tijd verder met 10 man? Van der Kerkhof gaat naar de Algerijn toe. Mohamed Belkier. Het is een directe rode kaart voor ernstig gemeenspel. En zo moet Fortuna tot overmaat van ramp ook nog verder met 10 man. Dus Noslin. Verdedigd door Proper, verdedigd door Verdonk. En dan is er geel voor Noslin. Die daar Verdonk raakt in een uiterste poging de bal te spelen. En als je dan dit heel erg vertraagd terugkijkt, dan ziet dat er heel ernstig uit. Dan vind je het misschien wel rood. Ja, hij gaat ook kijken, ja. Hij gaat over die bal heen, ja, ja. Hij probeert die bal te halen. Ja. Iedereen mag ervan vinden wat hij ervan vindt. Ik vind het onzin. Omdat hij een beetje wegdraait misschien. Dat je denkt van, nou oké, hij probeert echt die bal te raken. Schiet er overheen. Had het misschien anders moeten doen, maar... Darryl van Miegem. Als je net tekort, dan kan je onderschept. En dan elke keer het gevecht om de bal. Adekanje is hier gretig en krijgt een gele kaart. Dat zal nog wel even beoordeeld gaan worden door de videoscheidsrechter. Komt met gestrekt been en de noppen uiteindelijk terecht op de enkel van Twicht. Ja, Dieperink heeft toch gezien dat dit misschien wel ernstig gemeen spel is en een rode kaart moet zijn. En is het voor de scheidsrechter duidelijk. Niet geel voor Adekanje, maar rood en dus einde wedstrijd. Kort voor rust. Blijft binnen, bal blijft ook in het bezit van Go Ahead.
Zo. Wat is dit nou voor een krankzinnige overtreding van Willemsson? Die gaat er vanaf, denk ik, ja. Wat een oliedomme overtreding. Ja. Echt krankzinnig. Vol op het been bij Kozlowski. Zo is het verschil in de eerste 20 minuten erg groot tussen Heracles en PSV. PSV is veel en veel sterker. En wanneer komt nou de goal? Til schiet de bal naast, maar hij heeft wel ontzettend veel pijn. Voorbereid door Lozano. Daar komt Til. En die wordt vervolgens wel heel hard geraakt. Ja, dat is, als je het zo bekijkt, gewoon een hele smerige overtreding en een penalty waardig. Dit is natuurlijk duidelijk genoeg voor de videoscheidsrechter om te zeggen, dit is een penalty. En dan wordt het een strafschop. Het is rood. Ernstig gemeen spel van Justin Hoogma. En einde wedstrijd. Nu iedereen behalve de keeper van Heracles. De helft bij PSV. Is stevig van Limbom, maar die gaat ook een kaart krijgen voor die overtreding op de Jong. Oh, rood voor Limbombe. Het was stevig, maar volgens Oostrom kennelijk zo stevig dat Heracles al heel snel met zijn tienen komt te staan. Vrij trap van Hoenemakers is wat laag. Dan door Cordoba worden weggekopt. Van Rooij. Hoenemakers. Nu schreeuwt heel Fortuna moord en brand. Ja, hij ook over de bal heen en raakt ook een tegenstander. Ja. Er zit ook weer een farm moment. Ja, dit is ook weer een farm moment. Ja, hij raakt de bal niet en wel de tegenstander. Nou ja, we zagen eerder in de wedstrijd dat Tijani Noslin rood kreeg. Dus dan, dit is dit ook rood. Ja, Hoedemakers rood. Ja, het is echt verschrikkelijk. En daar moeten we mee leren leven, dat dit de werkelijkheid is. Dat de wedstrijd wordt gespeeld in Nijmegen, maar mede wordt bepaald in Zeist. Dat zal dezelfde mensen zijn die een minuutje eerder wat te drinken zijn gaan halen. Dan hebben ze heel veel gemist, want hier wordt het al. Nee, het wordt geen 1-2, maar het wordt denk ik wel rood. Ja, het wordt rood voor Nuitink. De kans voor Ueda, die komt er niet, want Nuitink legt hem neer. En omdat hij de laatste verdediger is, moet hij met rood vertrekken. Dus het wordt improviseren voor Meijer. Nuitink de pest in. Cleonies met Buurmeester. Buurmeester houdt vast. Dat is een overtreding. Gefloten door Nijhuis. En wat wordt dan de kleur van de kaart? Rood. Het wordt gezien als een directe scoringskans voor Cleonies. Dus is Buurmeester gezien. Stenks, de valpartij bij Jiménez, die krijgt de penalty. Een gele kaart voor Sean Adeboye, een strafschop voor Feyenoord. Is het een echte duidelijke overtreding of een slimmigheidje van de spits? Hij moet checken of het niet rood moet zijn voor een doorgebroken speler. Wat doet Van Boekel? Hij gaat die kaart geven. De rode is in de hand. Dus moet RKC verder met 10. Dat is een hele stevige ingreep. En daar gaat rood komen voor Romeratu. Direct gegeven door Bos. Hij had geen enkele twijfel. Van der Kust. Gelanceerd. En hij kan zichzelf over zijn kop slaan. Overtreding op Lokesa. Nee, zegt Van der Kerkhoff, bal gespeeld. Dus Feyenoord er vandoor. En dan kan het heel snel gaan. Stenks, en daar is Fase weer. En nu is Fase niet op tijd. Raakt hij de bal daar niet met de hand? Ja, dat doet hij. Dan gaat hij ook een kaart krijgen. En dat is een rode.
is ervan overtuigd dat hij de bal niet met de arm of hand gespeeld heeft. Dit was volgens Van der Kerkhof geen overtreding. Daar begon het mee. Vervolgens die paas op Stengs. Die leek perfect in de loop. Vaassen reageert. Stengs lijkt hem maar toch tegen de arm aan te schieten. Ook het moment daarvoor wordt nog even teruggespoeld. Kunt u links op het beeld zien. Het moment dat Lokeza ging liggen. En Van der Kerkhof wees het feit dat hij geen overtreding vond. Dat is allemaal gecheckt. Het verdict is daar. Vaassen weet dat er nog maar één wandeling te wachten staat. De wandeling naar de kleedkamer. Een beetje met Karlsbak. Al verkeerd geraakt. Brim. Zo haaien. Waarom doe je dat nou? Ik denk dat als hij geel krijgt dat hij echt van geluk mag spreken. Ja, het wordt rood voor Tom Haaien. Dat is een aardige zaag van Charlie Webster. De rode kaart is al in de handen van Yannick van der Laan. Littors had die bal al gespeeld. Keek die bal na, zag de tegenstander niet komen. En die kwam met übertriebene herten kwam hij binnengevlogen. Webster. Een goal, maar ook een rode kaart. Dit is dan wel weer een smetje op de wedstrijd voor Heerenveen. Want er wordt direct rood gegeven. Na de overtreding op Cox. En dan is het Espen van E. Die net op het veld staat. Een aantal minuten. En er met rood vanaf kan. Kali, overtreding hier. Dat is een kaart. Rood. Rood voor Verschuren. Scheidsrechter staat er bovenop, scheidsrechter Van der Rijk. Harde overtreding. En dat biedt misschien perspectief voor de ploeg uit Waalwijk. Dan kan het met 11 tegen 10. Van Horenbeek grijpt resoluut in. Bakari. Raakt flap op de Achillespees. Voor Bakari volgde dan een gele kaart. Ja, dat is een hele stevige dit van Bakari. Zet echt zijn poppen op de Achillespees van flap. En dan gaat hij die beslissing terugdraaien. Geen geel, maar er volgt een rode kaart voor Bakari. Schuldbewust gaat hij richting de catacombe. Manhoef. Het golft wel lekker op en neer nu in Gelredome. Dat maakt Manhoef de overtreding. Niet dat hij dat helemaal bewust leek te doen. Hij is ook schuldbewust in de richting van Okili. Hij gaat de gele kaart krijgen. Hoe onbewust of bewust was het dan? Ja, hij stapt daar door. Gaat natuurlijk vol voor de bal. Maar raakt daar vol Okili. Dat is een onhandigheidje. Maar hij moet gaan kijken, Lindhout. Ja. We hebben hem nog maar vanuit één positie gezien. Maar Henschens wellicht al uit meer posities. De VAR van vandaag. En die vindt dus dat Manhoef hier een rode kaart moet gaan krijgen. Hier zie je duidelijk dat hij doorstapt en vol hoog op de enkelzone. En nog zelfs daar iets boven zit. En dat zal voor Lindhout de reden zijn om nu geel terug te gaan draaien. En Manhoef naar de kleedkamer te sturen. Vitesse moet verder met 10. Dus maar meteen de bal naar voren. Is iemand met Merin voor Van Amersfoort gekomen. En veel pijn. Bij Broude. Eens even kijken. Ja, daar gaat hij op het been van Broude staan. Daar. En je zou zeggen, in het beste geval voor Van Ginkel krijgt hij hier zijn tweede gele kaart voor. Een realistischer scenario is toch echt dat hij na zijn gele kaart nu direct de rode gaat krijgen. Geen enkele sprake van opzet. Maar de gevolgen zijn duidelijk. En de rode kaart dus terecht.